wordt geschat dat er op dit moment in Nederland zo'n 5000 tot 6000 bevers leven in verschillende territoria. En in Waterschap Rivierenland, wij zijn het waterschap met de meeste rivierdijken, 500 kilometer. En in ons beheergebied leven zo ongeveer 2000 bevers op dit moment. Zodoende hebben we risicokaarten gemaakt van waar zit nou water langs de dijk. En hoe zijn die locaties ingericht? Zit daar iets in de dijk wat zou beschermen tegen dierlijk graverij? Of is het habitat überhaupt wel geschikt voor bevers om daar te gaan zitten? Nou, op die plekken waar we dan hoog risico verwachten, zijn we vaker gaan inspecteren. Mijn naam is Kees Schep. Ik werk bij Waterschap Rivierenland als coördinator bevermanagement. We zijn hier op een locatie langs de Maasdijk. En we hebben hier beverschades geconstateerd eerder dit jaar. En vandaag zijn we bezig geweest met de holen opengraven. En momenteel zijn we ook weer bezig om ze dicht te maken. Ik zie daar gelijk het zand, joh. Eén plek waar we dachten dat we een hol hadden, zat uiteindelijk geen hol. Nee, naar achteren. En op een andere plek waar we niks verwacht hadden, zat nog toch een derde. Dat we dan hier, gaan we hier helemaal overheen rijden. Gaan we met een smalle bak, gaan we deze pijp gaan we even opzoeken. Ja, dat is goed. Hier kan ik mooi staan, gooi hem straks, brengen we dit weer aan en dan gaan we daar tussen. Want hier kan ik kan hem hier helemaal niet volgen. Nee. En dan is het ook safe, niet dat daar de boel indondert. Ga niet verder. Dus tot hier ongeveer. Ik ben vrij zeker van dat we alles nu dicht hebben. We hebben ook erg ons best gedaan om geen bevers te verstoren en mochten die nog in de holen zitten. En dat was hier wel een uitdaging vanwege de bodemsoort voornamelijk. Ja, ik zie, ik heb hier een heel mooi beeld. In het verleden vonden we vaak de schades pas als er echt al serieus wat ontstaan was, als hoogwater verdwenen was. Dan kom je pas achteraf achter dingen, terwijl je het natuurlijk aan de voorkant op wil lossen voordat de risico's te groot worden. Hier staan we dan boven een ingestort stuk van de bouw. Hier kun je nog zien hoe de gang heeft gelopen van de onderkant tot ongeveer zo, 40, 50 centimeter onder het maaiveld. Dus die zo hier omhoog gelopen vanuit het water. Hierboven voelen we nog verzakkingen. We zijn er ook met een schoorsteenveegstok ingegaan. Nou, daar konden we ongeveer 5, 6 meter konden we vanaf de onderkant bij het volgende gat erin komen, dus dan heb je al een inschatting van daar zit zeker een stuk al in het onderhoudspad. En dan houdt het voor ons ook een beetje op. Dus je moet altijd open graven om erachter te komen van hoe ver loopt het nou en hebben we dan alle schades en laten we geen holtjes achter in de bodem. Ik dacht even dat hij hier helemaal verder liep, maar dat is niet zo. Nee, gelukkig niet. Nee, dan denk ik. Ik denk dat dit hem wel was. De tweede stap die hier aansluitend wordt genomen is om hier preventieve maatregelen te nemen, zodat dit op den duur blijvend beschermd is en dat we niet steeds terug hoeven te komen. Op die plekken waar we dan hoog risico verwachten, zijn we vaker gaan inspecteren. Daar zijn we dit jaar dan mee gestart. Dat doen onze muskusrattenbeheerders. Zij zijn speciaal opgeleid, hebben heel veel veldkennis om mooi de signalen in het veld op te pikken van vraatschade tot pootafdrukjes, de verkleuring in het water. Het is via als bever houdt, hè? Is vandaag afgevreten. Ze kunnen muskusratten vinden, dus ze kunnen zeker ook bevers vinden. Ja, en zodoende vinden we dan toch steeds meer schades. Ik denk dat alle waterschappen in Nederland, maar ook Rijkswaterstaat en ProRail echt nu wel doorgrond zijn van de problemen die bevers kunnen veroorzaken. We staan aan het begin van een gigantische uitdaging en die zien we tegemoet.